eerste medaille, dat was een vliegende start, of niet? Klopt, eerste medaille. Woensdag was het op de 4x200, goud en een wereldrecord. Dus het was een heel mooi begin. Als je de eerste dag goud wint met een wereldrecord, dan, heeft in ieder geval, we waren met 8 vrouwen, dus dat in ieder geval de helft van de vrouwen had al goud. Dus dat is lekker. Dat ik als laatste moest, dan had ik nog best wel veel druk om met die meiden de Golden Girls te zwemmen, zeg maar. Maar ik had het heel goed afgemaakt en toen begonnen we het toernooi eigenlijk geweldig. Ik heb goede races gezwommen. Ik kwam naar Doha om heel hard te zwemmen en dat is gelukt. En, zowel individueel als met het team. Dus ik ben heel tevreden. Het ging ook als een sneltrein vaart. Weet je, de ene medaille na de andere. Dus ja, dat was superleuk. En de rest was voor mij persoonlijk ook geweldig. Zilver en brons. Dus ik had het hele rijtje vol en heel veel vertrouwen. Je hebt niet echt tijd om te beseffen hoe het eigenlijk was. Maar dat komt nu wel. En wat dat betreft denk ik dat we allemaal wel een beetje in de wolken zijn.